Tom, nieuwe revolutionaire trainingsmethode? Nee, niet eens eigenlijk. We hebben gewoon een dag vrij, hè. Dus gingen we maar het huis schilderen. Nou, dat is geen dagelijks werk, zie ik al. Nee, dit is gelukkig geen dagelijks werk. Het is wel leuk om te doen, maar dit is eigenlijk hopelijk eenmalig. We zijn net ongeveer door de voorjaarsklassiekers heen. Ja. Hoe is dat gegaan voor jou? Ja, voorjaarsklassiekers zijn voor mij uitstekend verlopen. En, ik had vooraf niet durven hopen dat het zo goed zou gaan. Daar ligt toch jouw hart, hè? Ja, daar ligt mijn hart. En, het ging eigenlijk veel beter dan verwacht. Wat heeft het najaar te bieden voor Tom? Het najaar? Ja, eerst... Het Nederlands kampioenschap natuurlijk, dat is niet helemaal het najaar. Maar dat is voor mij heel belangrijk. Tenminste, ik heb ook wel zin opgezet. En dan daarna gaan we rust houden, opbouwen naar de Ronde van Spanje. Dus dat is ook wel een mooie uitdaging. Dat is toch een grote ronde. Hoe schat jij je kansen in voor het NK? Ja, vrij hoog. Ja, ik denk als ik gewoon goed ben, dat ik zeker mee ga doen voor de overwinning. Je bent nog niet zo lang bij de profs bezig. Daarvoor natuurlijk een fantastische continental opleiding achter de kiezen. Hoe bevalt de overstap? Ja, nu goed. Vorig jaar had ik hier en daar wat problemen en zo. En dan gaat het koers iets minder. En dan op zich werd het wel goed opgevangen door de ploeg. Maar het is wel, dan is het wel anders als je eerst meedoet voor de overwinning. En dan daarna ben je soms blij dat je kan volgen. Is het een grote sprong? Het is een redelijke stap, ja. Ja, maar het verschil is wel dat je bij Nico al een boel wedstrijden rijdt bij de profs. Dus je weet wel waar je aan gaat beginnen. Alleen wat dan de grootste wedstrijden zijn nu de kleinste. Dus dat is wel een heel verschil. En, elke keer in die top 10 rijden of derde worden of vijfde, dat is nu is leuk. Ik hoop nu toch een keer te winnen natuurlijk. Hoe ver kan je nog groeien? Ja, dat is een hele goede vraag. Ik denk zelf natuurlijk heel ver. Maar dan gaat de toekomst toch ons moeten leren. Dat weet je nu niet.